Hier achter mij ligt een boot van de kustwacht. Ik wist niet dat Rotterdam een kustwacht had, dus ik ga wel even vragen wat ze hier precies dan doen in onze stad. Hi, hoi, Michel. Hallo. Je bent kustwacht? Ik ben Marie-José en ik ben werkzaam bij de kustwacht. Okay. En dit is de Zeearend. Dat is een van de twee patrouilleschepen van de Nederlandse kustwacht. Twee maar. Er zijn twee van deze patrouilleschepen. Ja. We hebben niet meer nodig. Ja, we hebben twee en daar dekken we heel de Noordzee mee af. Dat is een aardig gebied. Ja, het is wel een groot gebied, maar... Het lukt wel. Je zit elke keer gewoon bezig daarmee dan? Dat kan niet anders. Ja, we hebben 24 uur een schip ter beschikking. 24 uur per dag. Ik heb wel benieuwd wat je allemaal doet. Nou, als je meeloopt, dan laat ik jullie het schip zien. Nee hoor. Kom op. Kan je nou op de zee met een rubberbootje? Er zitten dan hierachter. Want we kijken stoelen, daar zitten vering in voor als we erg hard over de golven stuiten. Oh, wauw. En zo worden wij dan naar het te controleren bootje gebracht. Geen gordel? Nee, geen gordel. Geen gordel? Nee, je moet jezelf vasthouden. Maar zeker toch best wel wild zijn? Jazeker. Maar als op een gegeven moment de golven te hoog worden, dan kunnen we ook niet meer overstappen op andere schepen. Dan bewegen ze ten opzichte van elkaar zoveel, dan kun je niet meer veilig. Ja, langzaam kan ook. We varen niet altijd vol snelheid. Doe je een beetje joyride? Een beetje joyride? Nee. Ja, maar... Geloof ze niet.